Het ziet er naar uit dat de staat Suriname voor eind van het jaar een schuldherschikkingsovereenkomst zal ondertekenen met de Volksrepubliek China. Na ongeveer 2 jaar onderhandelen komen partijen zoetjes aan dichter bij elkaar. Het traject wordt binnenkort voortgezet met hoge functionarissen van de Chinese regering. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal deze herschikking verlichting brengen voor de overheid. Tijdens de laatste evaluatie heeft het Internationaal Monetair Fonds, IMF, Suriname op het hart gedrukt om zich harder in te zetten om dit doel te behalen. Er is vooruitgang geboekt, er is substantiële vooruitgang geboekt. Er zijn wat kleine issues die nog van onze kant zijn voorgesteld en die door hun besproken moeten worden. Ze hadden het mandaat voor dat aspect niet, met name de schuldaflossingen na 2024. Daar wordt over gesproken. Van beide kanten is er goede wil om het af te handelen. Ik ben ervan overtuigd dat we voor eind van het jaar wel tot een afronding kunnen komen. En dat zou prachtig zijn, want dat betekent ook dat we ook met Chinese investeerders verder kunnen praten over investeringen hier. Wij staan open voor alle investeerders, zolang het goed is voor het land Suriname. Het bereiken van een akkoord over de herschikking van de schulden zal wederom een mijlpaal zijn voor Suriname. Deze schulden drukken zwaar op de begroting, waardoor het moeilijk is om beleid te maken dat gericht is op het volk. De schuldherschikking met China is onderdeel van de verhoging van overheidsinkomsten. Het beleid vanuit het ministerie van Bibis zal in dit dienstjaar ook gericht zijn op het genereren van meer middelen voor de staatskas. In het vorig dienstjaar heeft het ministerie meer dan 100 miljoen US dollar binnengehaald. Dit bedrag moet verdubbeld worden, benadrukte minister Ramdin. Wij willen naar een bedrag van 200 miljoen op termijn in totaal. En ik denk dat we het gaan kunnen halen als ik kijk naar de samenwerking met Saudi-Arabië, als ik kijk naar de verdere samenwerking met Europa, met Frankrijk. De herschikking van de schulden heeft geholpen, want nu komen gelden vrij. Met India hetzelfde. Er is nog een resterend bedrag van 50 miljoen dat besteed moet worden. Maar we kijken ook naar Zuid-Korea bijvoorbeeld, met wie we samenwerking hebben. Dit zijn schenkingen. Wanneer we praten over ontwikkelingssamenwerking, dan gaat het voornamelijk om schenkingen, of het nou van technische aard is of van financiële aard. Het is allemaal kapitaal. Ja. Ik zie het toenemen ook vanwege het vertrouwen, ook vanwege interesse die er is.